Helene Hendricks heeft een drugschema voor de boeg. Volgens vandaag in Sight collega Wilfred Genee zal ze in mei en juli 2024 te zien zijn met de Oranje Zomer. Na het recente afscheid van Oranje Winter, waar kijkers beteuterd op reageerden omdat ze Helene nog wel langer wilden zien, staat vandaag in Sight normaal gesproken centraal op SBS6. Echter, Helene behaalde met de Oranje Winter vergelijkbare, soms zelfs hogere kijkcijfers. Wat betreft de planning Wilfred, Johan Derksen en René van der Gijp zijn tot mei 2024 dagelijks te zien. Helene neemt dan van 20 mei tot en met 13 juni het stokje over. De drie heren keren midden juni terug en blijven tot midden juli. De Oranje Zomer is dan ook weer te zien, tussen 15 juli en 16 augustus. Vorig jaar won Helene de Gouden Televisiering presentator voor de Oranje Zomer en dit jaar scoorde de Oranje Winter zelfs nog beter. Voor SBS 6 is het geruststellend dat Helene Hendricks een uitstekende standin is als de mannen van 6 weer eens oneenigheid hebben. Wilfred Gené, René van der Gijp en Johan Derksen maken zich nog geen zorgen, maar hebben tot nu toe ook niet echt enthousiast gereageerd op het succes van Helene.